Onder meer in het weekend van 25 augustus bood Albert Heijn haar klanten aan om op bezoek te gaan bij haar boeren en telers. Een van de producten uit het assortiment van Albert Heijn zijn de kamerplanten. Deze worden bij Smitkwekerijen in Sappemeer geteeld. Op uitnodiging van Albert Heijn zijn wij vandaag dus in Sappemeer. We zijn vandaag bij Smitkwekerijen. Wij zijn een van de grootste leveranciers in Nederland op het gebied van groene kamerplanten. Wij hebben in totaal 7 bedrijven, een oppervlakte van 20 hectare. En we maken op jaarbasis ongeveer 13 miljoen planten. Van Smitkwekerijen die meer dan 25 jaar geleden begonnen is met een hele kleine kwekerij, is iemand die heel erg gemotiveerd en passievol met planten bezig is en daar eigenlijk ook altijd bezig om nieuwe soortjes te ontdekken. Het zij door kruising of het zij door het struinen op deze wereldbol om mooie nieuwe planten te vinden. De belangrijkste periodes voor groene kamerplanten in de supermarkt zie je toch een beetje geconcentreerd. Na de zomervakantie als iedereen terugkomt van de vakantie en in januari als het huis weer wordt opgeruimd als de kerstspullen eruit gegaan zijn. Ja, seizoensgebonden collectie, buiten de standaard producten die we leveren. Dus we hebben een vrij breed assortiment. We hebben ook 80 verschillende soortjes. Het kunnen iets meer of iets minder zijn, omdat soms blijft een soort, soms valt een soort weg. Een van de nieuwste aanwinsten is de Peperonia Rosso. Een hele mooie Peperomia Rosso, dat is een nieuw soortje, heeft ook even geduurd voordat het uitontwikkeld was. Heel mooi plantje. Het is een mooie plant omdat het een mooie rode kant heeft en gelijktijdig een aantrekkelijke groef. Albert Heijn werkt steeds meer met puur en eerlijk. De kwekerij heeft daar zijn eigen weg in gevonden. Smitkwekerijen is altijd heel erg gemotiveerd bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. We proberen op een goede milieutechnische manier onze producten te maken. Maar ook richting de mensen, dat je een sociale goede werkomgeving biedt. Omdat iemand die met plezier aan zijn werk gaat ook een topproduct zal willen leveren. Dus dat is voor ons ook heel erg belangrijk. Smitkwekerijen biedt werk aan 300 medewerkers.